ben net gedebuteerd met mijn roman Een Heldenleven. Die is verschenen bij Prometheus. En de roman gaat over een violist die perfect speelt. Hij speelt zo perfect dat de hele muziekwereld hem wel interessant vindt als een fenomeen, maar ook een beetje saai, een beetje smakeloos. Ik heb dit gekozen als uitgangspunt voor mijn roman omdat ik me afvroeg, waar gaat kunst nou eigenlijk over? Kunst gaat over kwaliteit, over perfectie. Maar als je echt die perfectie benadert, dan als je daar echt bent bij die perfectie, dan gaat er ook iets verloren. Aan de andere kant kun je ook niet zeggen dat kunst gaat over imperfectie. Dus als je maar een beetje vals speelt, dan raak je de mensen. Dat is te makkelijk. Dus eigenlijk heb ik mezelf die vraag gesteld in mijn roman. Waar zit het in? Waar zit de kunst in? Kwaliteit is belangrijk, maar het is niet alles.